ben van Team Irma. We zijn hier met Irma dus met een heel team naartoe gekomen om verschillende gemeentes te helpen binnen hun projecten. Wij maken dus Irma en we zetten dat hier ook in bij de gemeentes. Hier heb ik de Irma-app en daarin staan dus attributen, kleine stukjes persoonsgegevens. Die hebben we in dit geval ontvangen van de gemeente Nijmegen. Dus die zet ze in de telefoon, ondertekend. En die kun je daarna dan weer laten zien aan andere partijen als ik moet bewijzen dat ik echt ik ben. Die attributen die worden dus gebruikt in verschillende projecten hier. Een van de dingen die we nu aan het doen zijn, daar bij Team Analix. Zij zijn een algemeen data-uitwisselingsplatform aan het maken voor verschillende gemeentes en organisaties. Sommigen hebben data, sommigen hebben data nodig. Als je bijvoorbeeld een parkeervergunning aanvraagt, dan moet er van alles aan data worden bij elkaar gehaald om te checken of dat wel mag. En we willen daar gaan maken dat mensen dan met Irma daarop kunnen inloggen. Om te zien wie, welke partij, wanneer, welke data over jou heeft gebruikt. Dus om daar inzicht in te geven aan de burger zelf eigenlijk. En dan kun je dan met je Irma-attributen aantonen dat je e-mailadres of dat kenteken, ik noem maar wat, echt van jou is. En dan krijg je te zien wie dat dan gebruikt heeft. En nog een team wat we doen is de gemeente Nijmegen zelf, die dus ook deze attributen die ik net liet zien heeft uitgegeven. Zij willen die attributen zelf ook weer gaan gebruiken met een soort bel me terug verzoek. Want wat vaak gebeurt bij gemeentes, bij Nijmegen dus ook, is dat ze worden opgebeld door iemand die vragen stelt zoals mijn uitkering is niet binnengekomen, wanneer komt die nou? En nu moet de gemeentelijke medewerker dan eigenlijk zeggen, dat mag ik niet zeggen, want ik weet niet zeker wie u bent. Je mag dat niet zomaar aan iedereen. En wat we daar gaan maken is dat mensen dan met Irma een bel me terug verzoek kunnen maken. Waarin ze dus hun naam attribuut en misschien ook BSN attribuut en telefoonnummer attribuut meesturen naar de gemeente. De gemeente weet dan dus ook het telefoonnummer, kunnen daarop terugbellen. En weten dan wel zeker dat die persoon is wie die zegt dat hij is. Want dat stukje zekerheid kun je dus halen uit de Irma attribuut.